Ralf? TT Circuit. TT Circuit in Assen. De allereerste keer in ons leven. Ja. Gelijk bijna een enorm groot American event. Cars, hot rods, motoren. We waren op tijd. En ik hoorde op de achtergrond net al wat gejank. Dus dat is denk ik het circuit. Dat is echt voor het eerst hier al. Er komen mensen langs lopen. Niet hé. Doe niet aan nou. Nee. Ja, heerlijk. Het heeft gespetterd onderweg. Maar nu breekt daar de zon door. En af en toe een drupje. Ik denk dat het wel goed gaat. Kom, we gaan onze entree voortjes verzilveren. Toen we hierheen kwamen, zagen we ook een TT World. Dat ligt dus kennelijk daar rechts. Ja, wat dat is, weet ik niet. Maar... En ook nog een soort TT opleidingscircuit. Instituut zag ik ook nog. TT Junior Track. Ja. De motorfiets erop. Ik denk dat het voor de kinderen ook nog wat is. Die kleine minibikes, denk ik, of zo. Ja. Maar is TT nou oorspronkelijk een motorracecircuit? Want daar ken ik het van. Ja, ik ken het van TT. En dat is afgekort van Tourist Trophy. Dat was de TT in Man, Isle of Man. Tourist Trophy, dat is ooit begonnen. Ja, is een beetje een leuk spelenbak. Nou, iedereen kent de beelden van Man wel. Dat gaat hard. En zo is het ook ontstaan. Ik denk echt dat het een motorcircuit is. Want wij hebben natuurlijk in Nederland Zandvoort voor de auto's. Ja. Maar goed, vandaag kun je dus voor een paar tientjes een half uur met je eigen bak op het circuit rijden. Eigen risico. Ja. Hoewel, je kan geloof ik een verzekeringetje afsluiten. En je krijgt korting op je kaartje als je met een Amerikaan komt. Ook nog. Je moet wel een valhelm op. En als je een bijrijder hebt, maximaal 1, dan moet die 18 zijn of ouder. Ja. Nou, hetzelfde op Zandvoort. Ja, ik denk dat er bij de echte ingang gewoon zo'n machientje staat waar je even je piep oplegt. Dat is een verkeerd woord. Ja. Ik had maar check-in, dik, ding, dong. Nee hoor. De Cathedral of Speed. De Tunnel of Fame. Randy Mamola, Kenny Roberts Sr. Bekende namen, 500cc klasses. En het gaat, jezus, 1958, 57, 56. Foto's erboven. ...1925, Ralf, nooit gedacht. Piet nee, van Wijngaarden. Een 500cc en uiteraard een Norton. Toen had je nog niet Yamaha, volgens mij. Norton. Een merk dat ik niet ken. Oké, dit is mijn Mustang territory. Mustang. De Mustang, ja, als het meerdere Mustangs zijn, dan is het Mustang. Mustang, territory. Niet Motown, Mustang. Links de nieuwe versies. Ja. Rechts de vooruitvader. Even kijken. Chrysler Windsor 1957. Met single headlights. Is
beetje nat raam, dus misschien niet helemaal te lezen. In de kleur Cloudy White met Seashell Pink. De bril die erin ligt is Matching Colors. Ja, 2100 kilootjes, 3,2 meter wielbasis. De Windsor. Ja, mooi in de lak zaten. Hier reden we achter net. Ja, ja. Dit was de hekkensluiter van het spul. Nee, dat was een van geloof ik. Deze vijf, die reed voorop. Ja, die gele reed voorop. Deze reed achteraan. De man die erin reed met het lange witte haar die naar haar keek, staat hier ook. Hoi! Weet je nog dat kleine smartje wat langs reed? Je moest nog lachen. Ja. Dat zijn wij. Wij waren fout gereden even daarvoor. Want mijn navigatie zei, nee, je moet nog 10 minuten lang. Dus ik ben omgekeerd. En er stond er eentje aan de kant te seinen. Die sloot aan of zoiets. En toen gingen we het hele spul voorbij. Dus ik zeg, ze staan hier al alle vijf. Je komt wel de rekening betaald. Ze hebben precies. Ja, dat waren wij dus. Wow. En jullie zijn met een club of zo? Ja. Gewoon en met z'n allen hierheen. Ja. Wij dachten we gaan met Amsterdam richting. Dus we zijn kwart over zeven. Denk ik willen hier rond 10 zijn. Ja. Als we gezegd van kom op tijd, want anders dan. Ja, en dan begint vol te stromen. Ja, file. Ja, wij kwamen aan en stond een man op een kruising. Maar zijn eentje. Jij krijgt het later druk, maar nu nog niet. Dus nee, het zo voor me. Ja. Nou, prachtig. Hij keek niet zo vrolijk. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Ja, ga daar maar vast heen, want het wordt heel druk. Ja, wanneer dan? Ja. Een half uur. Omdat druk wordt vandaag. Ja. Het wordt 1000 plus Amerikanen, heb ik gehoord. Ja. Wordt lekker druk vandaag. Ja. Wij zijn een week of 2, 3, 4, 5, 6, 7 geleden geweest in Wognum, toch? Dat was ook een Amerikaanse. Nee, Wognum niet. In Benningbroek. Benningbroek. Oké, okay. Dan kwamen er ook wel 700. Die camera's. Waanzinnig. Ja. Nou, nee, we gaan even rondje lopen. We zien elkaar. Dan moet ik hier in Ruinerwold kijken, ja. Ruinerwold? Ja, daar staan 2000. Nu? Nee, dat is één keer in het jaar is dat. Oké, okay, nou. Geen Amerikanen. Geen Amerikanen. Het anders om elkaar. Oké, okay, nou, dat is ook leuk. Klassiekers. Gewoon skelet achter de stuur. Oh, geniaal. Ja. Dit is het eigenlijk voor. Lijkt wel Christine, hè? Ja. Is dat niet nou ook een vanzelfde? Ik heb geen idee wat voor merk het is. Iets andere. Nou, het is een maar om de dode donder. Lagere Hein zit erin. Om de dode donder. Die zit achter de stuur. Staat hier al heel lang. Ja, het enige wat erop staat is Country Sedan. Het is in ieder geval zo'n lijken. Er staat Galaxy op. Dus een Ford. Galaxy, Ford? Ford. Galaxy is Ford. Oké. Okay. Galaxy 500. Ja, Galaxy is Ford. Ford Galaxy. Ja, het is een hearse. Dus dat is een lijkenwagen. Ja. Dus vandaar dat er een skelet achter stuur zit. Ja. Waarschijnlijk heeft hij ooit ook nog van die lantaarntjes gehad op de zijkant. Weet je, dan zaten er van die lantaarntjes op. El Camino daarnaast. Ja. Misschien de kleurkeuze horen die bij elkaar. Hij is duidelijk met een roller zwart gerold. Deze lijkt een beetje meer gespoten. Heerlijk. Daar hebben ze snorharen erop zitten. Voor en achter. Snorharen? Ja. Ja. Ik heb nog nooit gezien, maar ik noem het gelijk snorharen. Een parkeersensor of zo. Prachtig, hè? Ja,
Cadillac staan, staan er nog vier bij. Ford. De Corvettes zijn geclusterd. Ja, het staat allemaal een beetje bij elkaar. Ja, beginnen al de Mustangs en ook heel netjes de oude. Oei, flikker er niet af. Let me net zeggen, die zien we straks op de track. Ja. Dit is geen automatic, dit is een ultramatic. Ultramatic. Ja, ultramatic. Dat is echt super automaat. Met een iets oversized achterbandje. Ja, maar wel een tractorband, man. Ja. Super geel. Ja, tenzij. Nou, dit lijkt mij echt al een van de allernieuwste modellen van Corvette. Echt een Stingray'tje achterop geplakt. Amerikaans kenteken. Het ziet er wel erg nieuw uit, ja. Ja. De uitlaat ziet er gewoon nieuw. Moet je afkoelen, het blok? Nee, ja. Show. Show, hè? Ja, de motor maakt de auto. Ja, dat is waar. Dat is voor jou dus. Ja. Oh. Ja, dat is de enigste Corvette met bovenliggende nokassen. Tot nu het nieuwste model. Oké, dat is de nieuwste denk ik dan. Ja, tenminste, ja, het is C8. De gewone C8 heeft nog wel de... De standaard Corvette motor, maar nu de nieuwste Z06 heb ook bovenliggende nokassen. En dit is de enige die dat ooit al gehad heeft. Af fabriek. Ja. Is dat de reden dat er ook 16 pijpjes boven langs lopen? Ja. Dat ja, er zitten allemaal vlinderklepjes in, dat je hem een sleutel in de middenconsole. Ja. Dan kun je hem op gewoon vermogen hebben. Dan had hij net zoveel als een standaard Corvette van ongeveer 240 pk. En als je de sleutel omdraaide, dan ging alles los. Ook twee injectoren per cilinder. Dan had hij 380 pk. Oh, wow, dat is niet zo'n klein beetje meer ook. Daar staat de F van fun bij dat schakelaar. Zo maak ik een stukje op internet, er was een Amerikaanse artiest. Dat ook zo, ja. Die had nooit, wist nooit waar dat knapje voor was. Dat knapje nog nooit gebruikt. Ja, dan was de sleutel was uit die druiden hadden, dan kon je maar je vrouw mee zijn. Of als je zo een keer ermee wou rijden. Ja, ja. Dat was monkeyproof. Ja, soort af, want nog steeds een hoop houden natuurlijk. Ja, dat klopt. Waanzinnig, die kleur ook helemaal de bom, hè? Ja. Van blauwe auto's. Ja. Oh, prachtig mooi. Ja, ze zetten erin, is inderdaad de motor en de body is helemaal stuk mee vanaf. Ja. Want dit is welk type Corvette? De Z1. R1. Ja, dit is de vierde generatie. Vier, ja, dus het is een Corvette 4. Ja. En dan ZR1, maar dat staat geloof ik ergens. Oh ja, het staat op de zijkant. Ja, dat kan ik te zien. Ja, nou, het trekt wel de aandacht, maar dat is ook voor een groot deel door het, wat je zegt, de motor. Ja, verder ziet er niet, valt hij ja, niet heel veel anders dan een gewone. Nee, ja, ja. Het zijn heel behoudende modellen, ja, vind ik. Het is niet schreeuwerig als een Italiaan. Nee, klopt. Heel leuk, ik zie het verschil. Nee, klopt. Nee. Tot kijk, een kenner die zijn ook. Dus dan, ja. Nee, ja, top. Ja, toen had het een, dit is dan modeljaar 91, maar ze kwamen uit in modeljaar 90. Maar toen was het de snelste productieauto ter wereld. Dat weet ik. Ja, ja dat weet ik. Was, op het lange end ging hij was ging niks wat erbij kon. Ja, op het lange end. Ja, klopt. Het circuit is misschien een ander ding, maar geef hem loopt zo'n ding op tap? Als je tikt op de teller zijn ze er 300 aan te tikken bijna. Oké. Okay. Voor toen al, hè? Dat is wel, ja. Ja, de GPS ongeveer 290 denk ik, dan houdt het wel op. Maar... En een normale, want ik heb hem nog nooit geprobeerd. Ja, ik denk ook wel 250, hoor. Ik heb hem nog nooit geprobeerd, want ik durf het niet aan. Ik ken mijn rijbewijs niet mis. Ja, nog opvallend kleine wieltjes dan weer, hè? Ja. Maar dat komt omdat ze dan nog lager kunnen, zeg maar. Ja, dat is een grote wielen. Dan ziet ze wel eens rijden en dan sleept hij met zijn kont echt over de grond. Oh! Oh! Trek je
oorbandjes. Als je hier langs komt, dan worden wij doof. Dan zit de camera. De bike. Hij heeft oordopjes in. Waarom? Hij heeft zelf oordopjes in. Nou, houd ze vast netjes. Geen deppel. Nou, dan weet je ook hoe dat klinkt. Kijk wat hier gebeurt. Een kat met Jennifer. Zoveel weerstand. Waar zijn we de mist tegen gegaan? Ja, er is een uitlaat 500 prima, dat doen we voor 500. Maar dit is wel 500. Dus wat je hieruit leert, begint met de juiste buiten hiermee. Oké. Okay. Kijk, dit is iets meer buiten hier mee. Nou lijkt dit heel groot. Maar dit is iets kleiner, dit is een lange remmer. Dit is bij toch net zo mooi om de deur moet hier. Dan gaan we er even opzetten. Mooi beginpunt. Maar goed, voor sommige mensen mag het nog wat bruter. Het is zondag, mag het vandaag niet? Ja. Oké. Kunnen. Ja. En als die gassen niet weg kunnen, dan kan die motor ook niet presteren. Nee. Als je hem dicht zet, dan doet hij niks, dat snapt iedereen. Nee. Ja. Als je hem half dicht zet, ja, dan beperk je hem. Ja. En vol open is beter. Ja, maar te groot is ook niet goed. Nee. Te groot mis je trekkracht. Nee, die gassen moeten wel hun snelheid houden. Ja. Dus je moet daar een beetje tussenin gaan zetten. Een soort resonantie-effect. Hij moet hem eigenlijk leeg zuigen. Hij moet hem leeg zuigen. Ja. Ja. En daar speel je mee. Ja. Waanzinnig. Ja. En daarnaast doen we in dit soort blokjes.
En die leveren we, die bouwen we, die realiseren we, daar doen we van alles mee. Oké. Okay. Ja. We hebben zelf ook een YouTube-kanaal, EPS Uitlaten. EPS Uitlaten. Ja, als je daar even op googelt, YouTube EPS Uitlaten, dan vind je allerlei filmpjes van uitlaten die wij gebouwd hebben. Dingen die geluid maken, dus dat moet te filmen, is hartstikke leuk, want dan heb je en beeld en geluid. Ja, je moet en dat is het mooie met het ding. Ja, hè, je maakt iets en je hoort hoe het klinkt en je ziet hoe het beweegt. Ja, dat spreekt aan. Maar we stonden 300 meter, 200 meter verderop. En in één is er al, we moeten daarheen. Het is gewoon het geluid. Er loopt gewoon, ik hoor iets veeachtigs. Ja. Helemaal leuk. Ja. Nou, super. Ja. Jouw naam zelf? Roelf. Roelf van EPS Uitlaten. Ja. Okay. Dus mensen, als je iets gespecialiseerd wil, wel Roelf. Altijd welkom. Altijd, ja, helemaal leuk. Nou, ik wens je een super dag nog verder. Ik wens jullie veel succes met de kanaal. Wat? Nee, komt helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. We spreken elkaar. Hoi, hoi. Gerling de Rooijen. Ik denk Corvettes. Ja, ik was eventjes van de kaart net. Dat waren kaars. Nou, die heeft natuurlijk een. Er zijn bijna nog Lamborghini, zeg. Qua hoekigheid. Dat zijn twee. Corvettes. Moet ook auto bouwen. Een kleintje. Ja, leuk. Stil erin, naartoe. Zitten. Dit geeft bijna licht af. Ja, dit is, doet echt een typetje zeer aan je ogen. Dit is de veiligste kleur ter wereld, hè, van een auto. Geel. Dit is gifgeel. Ik heb een golfje 1 gehad. Dan hadden we ook een druppel gifgroen in geel gedaan. Die kwam heel dicht hierbij. Echt zeer aan je ogen. Sonja! For sale Chevy. Is dit een Bel-Air? Hij is te koop. Hartstikke. Ik krijg wel zin om het nummer te bellen. Ik moet kijken waar iemand op telefoon op heeft. Barry's Customs. Bodyworks. Oh, dat is natuurlijk een pick-up. Ja, met een houten bak. Dat vind ik wel mooi. Ja. En daarna pak ik deze er even uit. Dat is een Chevy. Aanleg in de haven. Style. Een bak met style. Ja, dit is leuk. Zelf gelast gewoon, zelf gebouwd gewoon. Ja, Bel-Air staat op het bestuur of op de bijrijderskant. Ja. Chevrolet Bel-Air, zo te zien is het origineel ooit als pick-up gebouwd geweest worden. Op een gegeven eronder gepropt. Als je zijn je body custom wil laten doen, moet je Harry's Custom Body Works bellen. Ja, als je klaarmaken voor hem. Ja, dat er even op. Deze is gewoon te koop. Hij is te koop, weet je? Ja. Dit is het vaste nummer en hiervoor hangt een kaartje met 06 nummer. Dat doen we ook even Harry. Helemaal gratis. Ja. Zit 06 hier ook op? Nee, we doen het. Die wil kopen. Dat is nummer. Coronet. Zie je ook niet veel, hè? Ja, Coronet, ja, staat te staan. Oh. Het is weer een afgeleide van de Dodge Charger. De hele platform, zeg maar. Oké. Okay. Dus toen wilden alle merken ook zo'n auto op de weg hebben. 500 cubic inches. 500 cubic inches, ja. Cubic inches, dat is ongeveer 8,2 liter. In cc'en. Dat is het grootste wat er eigenlijk ooit uit de Amerikanen
daar is gekomen. Ja, net de coronet. Ja. Ja. Dat kon nog net, die coronet. Bird. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, groot ding, hoog. Ja, een Dodge Viper. Viper. Een monsterlijke auto om mee te rijden, is mij verteld. Hij is ook erg voor de racetrack, hè? Ja. Hij is te laag. Die Doc de Muro die is er ook mee gaan proefrijden. Ergens in een stad, en hij liep op alle drempels vast en dat was niet te sturen. Het zuipt als een dwaas. Zwaar overpowered, maar een V10 ligt erin. Ja, wel een gaaf bak hoor. Ja, het is leuk. Die bandjes gewoon echt niet opgeknapt, weet je, hoog nodig en voorbij gespoten. Beetje roest erop nog. Ja. Ik heb het idee dat ze ook een sky dak hebben geïmiteerd met een grove verf. Rollen daar. Uitlaat voor de hitte. Ik weet niet wat voor jaar het is, want deze voorkant komt niet echt bekend voor bij mij. Ik ben het anders gewend. Maar... Zou het een samenstelling zijn? Geen idee. Heel bekend van mij dit neusje. Ja. Daar heb ik wat mee rondgereden. Is dat allemaal een beetje modern spul? Ja, ik vind het super leuk. Het staat gewoon. Hier en daar staan ook dingen bij elkaar, een beetje op het type, maar het staat gewoon allemaal naast elkaar. Door elkaar heen. Oudere, nieuwere. Altijd een leuk model gevonden, ik weet niet. In het kruisel is ofzo. Maar ja, allemaal van zo'n chrome en zo. Nee, jij toch ook? Ja, ik ook. Voor de achterkant. Het is een Thunderbird. Daar kom ik ook bij Ford uit. Ik ben helemaal gek. Ja, dat kan ook om een Thunderbird sturen. Maar ik zie nergens Ford staan. En dit is geen Ford, toch? Gelukkig Amerikaanse auto. Ja, het is wel een Ford aan de boot. Ja, dan kijk je spektakel van de wandelboot. Ik ken de koplampen met deze vorm. Dat dit zo naar binnen zo gaat. Oké, okay. Ja, dat lijkt vreselijk op de Mustang. Heel erg. Het is wel echt degelijk een Ford. Wel een Ford, oké. Okay. Dat is wel zo, we gaan ook. Ja, de beurt. Dit is die andere. Die we net zagen. Die andere Ford van de boot. Ja. Dit is moderner, hè? Ja. Nieuwe deur. Ja, uitvoering. Dit vind ik zulke leuke speelgoedwagentjes. De Renegade. Ja. Altijd lekker over de top, deze daar. Ja, heerlijk. Je kan de hele bovenkant eraf slopen. Oh, jeeps. Ja. Ja, hij is weer bij. Praktische auto, showauto. Zulke brede banden onder het, die gewoon maar even een arch extension erop gezet heeft. Laat ze horen, zijn wij er klaar voor? Ja, goed zo. V8, dat zat er niet in. Ja, vier. Vier in de lijntje. Dat vind ik opgekieteld en dan lijkt me een stuk breder dan het origineel. Ja, dit is duidelijk wat voor functie deze auto heeft. Ja. Zet het zat op de vlag. De heus. Er is ook weer een mooie skelet in. Grim Reaper. En dat gebeurt aan die kant, dus als je op de tribune zit aan de rechterkant, daar krijgen ze wat burn-outs. Veel rook, veel lawaai.
Prachtig hoor. Met zo'n lampje erop. Ja, zo'n creepy lampje erop. Ja. De rekjes waar de bloemen op konden worden gelegd. Die, Het spookje achterin. Zo. Kiddelijk. Geen snaploos voor onze rest. Juist. Ja, wel een bekend model, maar geweldig. Roep mij niet. Ja, maar het dashboard vind ik wel echt helemaal... Blijf even staan, dus stop er nog. Super gaaf. Als het goed is, zien we daar de winnaar weten. Dit is nummer 3. Ik ga je het arsenaal vragen in de wachtauto die rijdt. Het is een Oldsmobile dus. 88. Oh ja, 88 staat erop. Ach, oké. Okay. Ja. Welk fort is dit? Ja. Duidelijk een jaren 60 model, toen alle Finnen een beetje niet meer mochten. Zo'n Galaxy 500. We gaan naar nummer 2. Hé hey jongens, ga nog niet weg. We krijgen straks echt een wereldrecord. Gaat er straks plaats worden. Plaatsvinden. Geweldig, als je even het raampje open doet of uitstapt. Dan geven we ook de kamer een applaus. Geef het ook een applaus! Ja, dit is zo'n auto waarvan je denkt van, wat is nou de voorkant en wat is nou de achterkant? Ja. Ja, de kleur van de lampen, dan kan je het nog het beste zien. Ja, maar dat ze aan de achterkant een soort grillachtig iets doen. Ja, maar ook het kofferbak is eigenlijk ook gewoon net een voorkant zware, weet je wel. Ja. De Ford Galaxy is dit. Ja, de Ford Galaxy, die groene doeltoon dan. Dat is echt een achterkant van een auto. Ja, maar dit lijkt net een voorkant. Kan een voorkant zijn. Ja, dat was toen denk ik een beetje de trend of zo. Nou, er zijn een paar auto's waar die dat hebben. En dit is er eentje van. Oh. Ford. En we gaan dus nu naar nummer 3. We zijn er. Ja, we hebben ons al voorgesteld, dus man, je ziet dat eruit kletsen. Jongens, geef me een groot applaus. Pieter. En we gaan straks, jongens, gaan nog niet ver. We gaan een wereldrecord neerzetten op het rechte stuk. Dat kreeg ik net in mijn oortje door. Dus we gaan nog even op de foto met z'n drieën. Diegenen die erachter staan, even lekker die handjes omhoog. Oldsmobile ook. Oldsmobile, ja. Zwaai nog eventjes, maar je komt gelijk op de foto, hè jongens. Prachtig, hè? Ja, ik vind het zo leuk. Ze hebben gewoon echt de merknaam gewoon helemaal letter voor letter. Met zo'n grote diepte erin. Ja. Lijkt net een film. Ja, prachtig. Het begin van een film, weet je? Ja. Grote 3D schaduw erachter. Ja, heel mooi. Dit zou motion pictures kunnen zijn. Ja, ja. Dat is de derde prijs. Ja, derde prijs. Jij nog een Harley Davidson. En wat is raketjes erop. Dus echt de tijd de luchtvaart naar me opkwam. Kort na de oorlog. Dit is echt een hot rod voor mij. En waar rij jij op? Sorry, dit is een Road Light Special. Ja, maar ze hebben hem wel heel netjes gehouden. Mijn achterband En wat is je naam? Marcel de Groot. Jongens, geef Marcel een duivend applaus! Achterwiel verraad eigenlijk. En dan blijft er nog eentje over, dat ben u. Hoi, goedemorgen. Wat is je naam en waar rij je op? Gertje Lasseur, Streetbop 2022. Ik heb geld getuned. Daar voor wie ook natuurlijk. Tot dezelfde. Dit is de wel spiegel. Applaus voor mij! Oké, we gaan vandoor. Hij is ook lekker smal, hè? Deze. Ja. Ja. Deze lampjes. Dat is echt dat vliegtuig. Ja, ik had begrepen dat de wereldrecord hier neer gaat zetten nu, maar dat gaat vanmiddag gebeuren. In Texas is er een record gebeld van 451 auto's op de baan. En wij gaan hier als 402 met Bijveld, gaan we er ruim 700 auto's proberen neer te zetten of te laten rijden op dezelfde baan. Dus we gaan het gewoon verdubbelen. Jongens, hartelijk dank. We gaan verder met de timetable. Hij moet een auto inzetten. Oh. Ja. Kuda of Barracuda? Barracuda. Van Plymouth. Die heeft ook echt van die vissen
Het is een happers. Oh, omdat hij barracuda heeft. Ja. Of vijf, een soort kieuwen of zo. Dan gaan we beginnen met het opstellen. Ja, ik van bijna hij heeft een beetje een visje kop. Vent hier op deze baan, hier in Titi Assen. Jongens, dat is een spektakel. Dat hier heb je de kieuwen. Hij komt namelijk ook in het kennisboek of recht. Ja, dat zijn de uitgangen. Ja. Een roofvis. Daar moet hij lijken. Barracuda, ja. Is dat Kuda dan een soort koosnaampje? Ja, Kuda is een koosnaampje. Je ziet ook dat streepje erop. Ja, ja, het was Barracuda. Als ja. Dat... Ze hebben er Kuda van gemaakt. Ja. Ja, Barracuda, dat is zo'n lang woord. Van? Ja, dat Kuda. Kuda. Cabrio. Dus als ik dus een GTX cabrio had willen kopen, dan had ik dus hier in beland als ik Amerikaans had gereden. Ja, jij had het niet erg gevonden, dat snap ik. Nee. Maar ik ga echt voor de Mercedes. Hemi Power. Ja. Ja. 6,1 liter. Ja. Nee, niet. Een hotbak hoor, is dit. Wat? Wat vind jij hier nou? Want je verstijft helemaal als je hem om de hoek ziet. Hij stond verscholen achter die skelet. Die fastback is, dat vind ik zo sexy met dat raam. Dat glijende raam zo naar beneden. Okay. Kleine kontje zo. De lijn, ja. En dan lijn. Diepliggende achterlichten. Ja, diepliggende achterlichten, dat chroom erop. En, als je gewoon, ja, als je dichterbij naar de zon, maar gewoon hoe dat Mach 1 achterop staat. Ja. Dikke letters. Dikke letters. Weet je, dan weer ingelegd met zwart, mat zwart. Ja, dat is zo mooi. En dan dat kleine paardje eronder. Ja, snap je. De details wat erin gaan. Ja. Die oude auto's. Dat is prachtig. Snap je helemaal. Dit is een Mustang op steroids. Ja, ja. Dat hardste. Ponycar is een volbloed Arabische racepaard geworden. Prachtige auto. Dat is net. Oh, je bent de kerf even kijken. Heeft deze nou ook van die verklikkerlichtjes in zijn happer in zijn hoed zitten? En je kan zien dat je richting aan staat. Ik loop er net langs, moet je kijken. Hier kan je het zien. Ik zie de oranje. Ja, ook weer die lichtjes op. Wel hè, dat is. Dus in je dashboard kan je zien dat je richting aan staat. Ja. Op, ja. Waarom? Nobody knows. Maar ik vind het helemaal, wist ik niet. Hilarisch. Dat is die echt spiegel, fort. Die spiegel zelf, ja, zo mooi hè. Dit de onderkant. Ja, zit net wat ik net zeg, de striping erop. Striping. Maar dan, en dan echte striping erop. Ja. Dan staat er gewoon weer Mach. Een hele mooie auto. Ja, pracht. Dit vind ik echt top. Ja, hier is iemand. Steek je veel uren in, ja. En dito geld. En dit koop je niet voor 30.000, denk ik. Nee, dit is 50, 60. Ja. Mach 1. Dit is een fastback. Hatchback? Fastback. Fastback. Snelle rug. Er zitten stoelen achterin, dan kan je iemand waar je hekel aan hebt infrotten. Ja, dit is echt leuk. Mooi, hè? Ja. Kijk, die kleursetting ook geweldig. Wit. Ja, er staat ook een prachtig zonnetje op nu. Door die zon zie je ook inderdaad die lijnen. Overal zit een lijn in. En een hele herkenbare Ford Mustang. Die neus, hè? Ja. Die heeft een hele typerende kop. Van meet af aan al. Ford heeft hele mooie auto's. Nu ook gebouwd. Dit is de GT. Het heet nou de 50, denk ik, want hij is groter. Of de 40.
pro-klassen en die hebben de tijd ingezet om over even de 1.59.58. En op de derde plaats daar... En weer zeg, wat is die klein? Noordzee, wat is die laag? Wat is die klein? Pro-klassen en op de derde plaats met 1.59.704. Dan hebben we ook nog de semi-pro en dat is op nummer 1 Kim de Korte met 1.59.678. Dan krijgen we in tweede plaats Vree Hamming en die staat op 2.00.172. En die rijdt dan in 26 en dan krijgen we auto 15 van Tonyveld. Dan staat op nummer 3 met 2.02.009. En we hebben zoveel mini-versies gezien en nou zien we een keer een echte. Ja. Ja, ik kijk naar links en ik denk, deze heeft niet eerder gestaan, had ik het echt opgemerkt. Ik kijk naar links en ik zie die hele gedistingueerde achterkant, daar is een Ford. En dit is dus de nieuwe Ford GT. Ja. En ik denk dat die inderdaad groter is geworden. De oude heette de GT 40, 40 inch. Dit zal de 50 zijn, 50 inch hoog. Ja, een middenmotor, mag je echt de middenmotor noemen, alle motoren die... Tussen de voor- en achter als in een centrum hebben. Dat betekent dus dat hij niet verder mag rijden natuurlijk. Hè, dat hebben we al begrepen, want veiligheid gaat voor natuurlijk. Maar ze moeten eerst de nummer even af te halen, kunnen ze hem eruit halen. En dan gaat hij als goed is via de pitstraat gaan we kijken of hij nog terugkomt met een reserve duur. Dus het lijkt dat een dakje komen aan. Ja, deze ziet er erg circuit going uit. Ja. En dat je er geen centimeter mee op de openbare weg mag rijden. Afzin, helemaal niet. Sowieso geen kentekenplaatjes erop. Dit is echt een circuit volle racewagen. Hier heeft Rijksverkeersdienst nog nooit naar gekeken. Dat hoeft ook niet. En bovendien, ze hebben niet een groot genoeg lijst met afkeurdingen. Ja, en nog even voor alle toetsen. Hier trouwens ook iets moois van wereldrecord ingezet. Ze willen zich zo vriendelijk zijn om nu naar de auto's toe te gaan en zich op te gaan stellen naar de plek waar jullie naartoe moeten. Dus alle tots, de rem, die dus meedoen met de challenges van de Kindersbroek Rennert, allemaal even opstarten en naar de plek gaan waar je dus de oude baan op gaat. Zodat we dus met z'n allen het record kunnen verbeteren. Bedankt. Ja, ik ben de namen verkwijt, maar ik ken ze van die heel specifieke achterkant altijd één kleur licht, één kant licht en één kant donker. Het is gebaseerd op een kunststofwagen van een bepaald bedrijf en er zit gewoon de 5.7 V8 in. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar wat kunststof? Ik denk het wel. Dit is echt een spektakel, jongens. Ik ben blij dat deze dag mag werken en dat het publiek er hier staat, jongens. Want dit gaat echt in de Guinnessboek van Records. USA Texas wordt geslagen bij 100%. Die hadden er 451 in 2015. Maar 402 Oud en DT. Catalina. Catalina, ja. Mooi hoor. En de vliegtuig van de Catalina. Ik vind het wel mooi hoor, die lijn en zo. Dubbele achterlichten. Metallic blauw interieur. Prachtig.